Nou, het is een hele organisatie die hierachter heeft gezeten. Op de laatste paar, het was weken, eerst weken, maar daarna hebben we het toch verlengd tot 12 juni. En het is goed gelukt dat we toch met heel veel mensen die foto's hebben gestuurd, toch deze wedstrijd konden organiseren en dat we vanavond tot een prijsuitreiking konden komen. Waarom een fotowedstrijd? Omdat we weten allemaal dat we bijna 2 jaar in een pandemie, hebben gezeten. En het was een beetje stil op het eiland. We wilden mensen een keertje bij elkaar brengen. Weer een keertje, een beetje liefde, een beetje dingen geven om te bewegen in de gemeenschap op Bonaire. En dat is een manier om dit te doen. Dat hebben wij gekozen. En het is toch wel goed dat ze zijn uitgang gekomen. Want er zijn best mensen die hebben meegedaan tot deze fotowedstrijdcompetitie. En je hebt ze gezien, hele mooie foto's die vanavond gewonnen hebben. Kunnen we meer van zulke activiteiten verwachten in de komende tijd? Jazeker, want we hebben een gedeelte van de organisatie M21, die zeker zulke dingen blijft organiseren. Dit was onze eerste iets wat we hebben gedaan om kennis te maken met het Bonaireaanse gemeenschap. Een beetje meer te laten kennis dat wij als M21, Movision M21, eigenlijk moet je een papiamento zeggen, niet in Nederlands, beweging M21, dat wij ook mee gaan doen aan de volgende verkiezingen en ook kennis zullen maken met het Bonaireaanse gemeenschap. En belangrijk wat voor ons, je hebt de hele avond gehoord, is dat de mens centraal staat in onze organisatie en daarom ook een fotowedstrijd en je hebt gezien met allemaal hele leuke en mooie mensen die op Bonaire wonen. Wat vonden jullie van de creativiteit eigenlijk van Bonaire zelf? Kun je zeggen van de bewoners van Bonaire? Nou, de creativiteit, dat was wel te zien op, in de foto's. De mensen hebben, als je hebt gezien, de jongeman die hangend aan een auto, dat was de part van de sociale kant van de foto die had gewonnen. En je hebt de anderen ook die door de natuur lopen met een baby in de hand tussen de bananenbomen en de struiken. Dus de mensen zijn best creatief geweest om tot deze uitgang. Aan de andere kant hebben ze ook andere persoonlijkheden gekozen die op het eiland bekend zijn. Om ze ook een beetje in het licht te zetten vanavond. En dat vonden we best leuk. En dat zijn de dingen die we ook naar hebben gekeken. Ik niet, maar de jury. Maar voor deze fotografiewedstrijd heb je veel prijzen gewonnen. Wat kan je me hiermee vertellen? Ja, ik was heel shocked. Omdat ik had niet verwacht dat ik had al die prijzen gewonnen. Omdat in de eerste keer had ik gedacht, weet je, ik ga misschien alleen 1 winnen. Omdat het is mijn eerste keer dat ik in een competitie meedoen. Maar ik was heel surprised dat ik had zoveel gewonnen. Het is, hoe zeg je deze? Honor? Eer? Een eer. Een eer. Het is een eer. Het is een eer? Het is een eer? Sorry, ik kan niet vergeten. Eer? Privilegium. Oké. Het is een eer om deze prijzen te kunnen winnen. Omdat, weet je, het is mijn eerste keer. Wat zou jij als, als een jongere aan andere jongeren kunnen adviseren, aanmoedigen om ook in zo'n wedstrijd te kunnen meemaken eigenlijk? Ja, wat kan ik zeggen? Gewoon doe het. Dus als je bang bent voor iets, moet je gewoon proberen. Maar alleen als het een goede bang, niet een slechte bang.